Er is een noodzaak om op grote schaal kwaliteit te leveren. Je moet groot denken. Je moet in één keer heel economisch gaan nadenken over gerechten, ingrediënten, kwaliteit, behoud van kwaliteit. Ik ben het culinair geweten van Marvo. Mijn ziel zit in elk gerecht. En dat heeft niks te maken met de broccoli, maar wel waarmee die op smaak gebracht is. Ik ben Pascal Janhaai. Ik ben 15 jaar geleden begonnen als productontwikkelaar, culinair geweten van Marvo. Vanaf mijn 16e ben ik bezig in de horeca en op mijn 18e wist ik al zeker dat ik alleen maar op topniveau wilde koken. En heb mezelf eigenlijk gedrild tot chef-kok. Ik was de jongste chef met 2 sterren. Ik werd meester-kok, ik schreef kookboeken. En het ging als een rollercoaster, ging het eigenlijk in één keer naar de top. Toen gezegd van ik stop met de topgastronomie. Niet wetende dat ik hier terecht zou komen, want dit is ook topgastronomie. Alleen, ja, het is voor iets meer mensen. Vroeger kookte ik voor 40 gasten en nu voor 40.000 bij wijze van spreken. We zitten hier in mijn ontwikkelkeuken. Dit is de haute couture van een maaltijd. Waar is dit voor? Moet een masala van 10.000 in Denemarken. Oké. Hier wordt het op de catwalk wordt het geshowt, uitontwikkeld en de confectiemodellen die worden aan de overkant gemaakt. Betaalbaar, zelfde visie, zelfde filosofie, zelfde smaken. Eigenlijk ja, hetzelfde, maar dan in een ja, confectiemodel. In piekdagen hebben we gewoon 200 man te sturen voor kwaliteit. Want er zijn in totaal dan 200 man bezig met een maaltijd. En dat is van een vliegtuigmaaltijd tot een ziekenhuismaaltijd. We doen iets voor detentie, voor defensie. Het is heel breed. Het is heel divers ook. Dat mensen eigenlijk wel negatief kijken tegen de vliegtuigmaaltijden of de ziekenhuismaaltijden. Dat is best wel een misverstand. Maar als ze weten hoeveel kunde, hoeveel liefde, hoeveel vakmanschap erachter zit, ja, dan denk ik dat mensen het ook anders zullen waarderen. Dus en heel vaak zijn we ook in de productie aan het meekijken over smaken, viscositeit. Dus de structuur, de dikte van sausen, die moet natuurlijk altijd hetzelfde. We zijn zelfs nu ook bezig om de eiwitten uit aardappelzetmeel te halen en die in onze ziekenhuismaaltijden toe te voegen als extra helende werking om eiwitten weer op te bouwen. Het is groot, maar het is wel allemaal ambachtelijk. Er komen hier geen poedertjes binnen. En dat was ook een vereiste van mij. Poedertjes erin, Pascal eruit. Dus daar hebben we al 15 jaar houden we dat vol.